Naast de coronacrisis hebben we ook te maken met een klimaatcrisis. Het veranderend klimaat stelt ons voor grote opgaven die vragen om ruimtelijke keuzes. De waterschappen zijn daarmee bezig. Wij willen eerder aan tafel om mee te denken over hoe je een goed watersysteem bij een passende functie brengt. Hier in de polder Rijnenburg denken we bijvoorbeeld dat het onverstandig is om hier meteen woningen of een energielandschap te gaan neerzetten zonder dat je weer rekening houdt met het klimaat en het watersysteem. Daarom heeft het bestuur van de Stichtse Rijnlanden een brief gestuurd aan de minister om te zeggen: denk nou na over andere manieren van wonen, andere manieren van benutten van het watersysteem. Ik roep het kabinet op om goed na te denken over de keuzes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Hou rekening met water als een ruimtelijk ordenend principe. Denk goed naar waar wil je wonen, natuur, landbouw allemaal een plek geven. Jaarlijks investeren de waterschappen 1,7 miljard om klimaatbestendig en waterrobuust te kunnen bouwen en functies te kunnen bedienen. De waterschappen willen meepraten over de ruimtelijke keuzes en hoe water en klimaat daar een rol bij spelen. Dat is wat waterschappen willen.